Goedemorgen, het is vandaag woensdag 29 april en het is al 12 uur. We hebben echt de hele tijd nog in bed gelegen, maar waren om 10 uur wakker. Ik ga nu eventjes Bodie uitlaten, want Sam slaapt nog, dus ik zal het moeten doen. En dan gaan we zo meteen lekker ontbijten. En het is vandaag dus shopping day online, vanaf 12 tot 12. Dus over 4 minuten, dus... Dan gaan we even kijken of er nog wat leuks te winkelen had. Maar we gaan eerst even de ontbijt laten. Ik was aan het eten en toen dacht ik, shit. Ik heb niet laten zien wat ik ga eten. Maar ik eet dus een cracker met avocado. Daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. En in deze cracker zitten dus niet heel erg veel koolhydraten. En wat ik gisterochtend ook had, zijn 2 zacht gekookte eitjes. En dan zout en dan lepel ik die dus uit. En gewoon een flesje water. En ik kreeg dus wel wat DM's ook van mensen die geïnteresseerd waren in het keto-dieet. Dus ik dacht, ik leg het een klein beetje uit. Maar wat het keto-dieet dus... Oh, het is niet echt een goede engel of zo, maar oké. Wat het keto-dieet dus inhoudt is zeg maar dat je probeert zo min mogelijk koolhydraten te eten. En zoveel mogelijk vetten en eiwitten. Want wat er dan gebeurt is, kijk, je lichaam haalt zijn energie zeg maar uit koolhydraten. Maar wanneer jij geen koolhydraten meer binnenkrijgt, moet je lichaam ergens anders je energie vandaan halen. En dan gaat hij het halen uit vetten. En doordat je lichaam dan energie haalt uit vetten, ga je sneller je vetten verbranden en val je dus snel af. Althans, dit is wat ik eruit opvat uit de informatie die ik heb opgezocht. Je kan online best wel veel video's vinden. Ik heb zelf heel veel informatie gehad uit de video's van Inge Marieke. Zij is volgens mij ook een diëtiste. En zij doet dit dus ook. En al best wel lang. En ze heeft er ook een aantal video's over gemaakt met een aantal recepten. Dus die vond ik heel erg interessant om te kijken. De afgelopen 4 dagen heb ik wel echt heel slecht gegeten. En heb ik me echt niet aan het keto-dieet gehouden. Dus ik ben nu een beetje opnieuw aan het beginnen. Morgen wordt ook een slechte dag. Want ga ik met Milan en mijn vader een McDonald's car mukbang opnemen. Dus ja, dat wordt eventjes één cheat day. Maar voor de rest ga ik weer proberen heel erg maar eraan te houden. En gewoon iedere dag mijn workout te doen. Want ik was best wel goed bezig. Ik was bijna 5 kilo afgevallen. En door die cheat day is er weer 1,5 kilo bij. Dus die willen we er ook weer af hebben. Dus ik ga weer gewoon lekker verder met wat ik gebleven ben. Je hebt ook speciale apps en zo. Keto dieet. Alleen, ja, soms gebruik ik die en soms niet. Ja, ik weet, doe het een beetje gewoon op gevoel. Maar als je een beetje die video's kijkt, dan weet je wel... Wat je wel en niet kan eten bijvoorbeeld. En waar je rekening mee moet houden. Dus ja. Ik ga lekker de keuken. En als het goed is komt vandaag Milan zijn 40 kilo binnen. Dus kan ik die ook aan jullie laten zien. En er komt ook een ASOS bestelling binnen. Want ik heb met Zoe hebben we voor elkaar een outfit uitgekozen. Dus daar komt binnenkort een video over. En... Er komt nog een pakketje binnen, maar ik weet niet wat dat is. Want het heeft een hele rare naam bij PostNL. Dus ik kan niet echt zien van welke webshop het is. Maar ik hoop dat het mijn sieraden zijn van Bijnoek. Ik ga eventjes wat aan mezelf doen. Because I look like shit. Gewoon raam liggen, want het is rete koud hier in deze kamer. Ik heb gisteravond gedoucht. Dus ik ga nu niet douchen, want ik ga vanmiddag waarschijnlijk weer sporten. Dus ik kan beter daarna douchen. Maar ik ga wel eventjes mijn make-up doen en even een outfitje aantrekken. Volgens mij is het best wel koud buiten. En zonder dat ik het door had, heb ik gewoon weer heel veel besteld deze week. Even kijken wat er... Ik heb het namelijk opgeschreven in mijn notities, omdat ik anders echt niet weet wat ik wel en niet binnen heb gekregen al. Oeh, bij het adem. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dingen besteld. Even een trui uitzoeken. Ik weet niet welke trui. Het boeit op zich ook niet heel veel, want we gaan toch niks doen vandaag. I look like shit today, but it's okay. I'm a go away. Ik heb toch maar eventjes een andere broek aangedaan. Zo'n zwarte leather coats-achtige broek van Nikki is deze. Want ik werd een beetje van dat geluid van die latex broek. Maar ik wilde dus wat aan jullie vragen. Want ik heb dus echt heel erg veel zin om allemaal extra video's op te nemen en zo. En ik heb dus ook wel wat leuke ideetjes en zo daarvoor. Ik ga toevallig dan morgen een extra video opnemen met Milan en mijn vader. Super leuk. En ik wil binnenkort ook een extra video met Sam opnemen, mijn broertje. En ik heb er eentje op de planning staan
met Zoe. Dus ja, dat vind ik allemaal wel heel leuk. Maar ik weet gewoon niet wanneer ik dat dan moet plaatsen. Moet ik dan 1 keer in de week een extra video in plaats van een dagelijkse vlog? Of moet ik die extra video's bewaren voor als ik straks weer ga weekvloggen? Want volgens mij eind mei moet ik dus weer naar school. En ik twijfel een beetje om dan door te gaan met dagelijks vloggen of om te gaan weekvloggen. Want ik vind dagelijks vloggen wel heel leuk. Maar ik mis het weekvloggen ook wel. Want ja, ik weet niet, dat vond ik ook wel heel erg leuk. En ja, dan heb ik voor een maandje school. En dan daarna heb ik weer, als het goed is, vakantie tot augustus. Kijk, als straks eind augustus of na 1 september mijn nieuwe opleiding begint, ga ik sowieso weer wekelijks vloggen. Want dan wordt dagelijks vloggen gewoon echt te veel. Maar voor nu, ja, ik weet het gewoon niet wat ik moet doen. Want ik wil heel graag extra video's filmen. Want daar heb ik gewoon zoveel zin in. En ik heb zoveel leuke ideeën ook. Dus ja, dus ik weet gewoon niet zo goed wat ik nu daarmee moet. Of jullie die in plaats van een dagelijks vlog willen zien. Of willen jullie die... dat ik wacht met upload totdat ik weer ga weekvloggen? Dat ja, iedere week gewoon een extra video is? Of ja, ik weet het niet zo goed wat ik ermee moet. Dus laat eventjes in de reacties weten als je een idee hebt wat ik daarmee kan doen. Want ik zat te denken, ik kan ook bijvoorbeeld gewoon dagelijks vlog en dan 1 dag in de week geen vlog maken en dan een extra video. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik weet het gewoon eventjes niet zo goed. Dus als jullie een idee hebben, laat maar weten in de reacties. Dan kan ik kijken of ik dat idee wat vind. Ik ga vandaag trouwens niet zo heel veel doen. Maar had ik het al gezegd, ik moet zo even boodschappen doen voor mijn vader. Voor het eten vanavond. En even al dat troep uit mijn kamer weggooien. Eerste pakketje van de dag is binnen. Waar ga ik jullie neerzetten? Ik denk hier. Ik heb namelijk wat sieraadjes besteld bij een webshopje bij Nook. Een kettingje en 2 oorbelletjes. Als het goed is, zit dat hier allemaal in. Kijk nou hoe schattig. Waar zit hier alles in? Het webshopje waar ik het heb besteld. Ze hebben echt mega schattige dingetjes. Oh ja. Oeh, I like. Oké. Als eerste is een ketting. Want ik heb dus deze ketting met de M erop van Lot. Maar ik wilde er heel graag nog een kettingje bij. En toen zag ik dus deze. En die... Oh, jeetje. Die vond ik echt super schattig. Met een leeuwtje eraan en een sterretje. En dan zo'n best wel groot slot daaronder. En het leek me heel erg leuk om die dan zo daaronder te hangen. Maar hier ben ik heel blij mee. En ik twijfelde heel erg. Want je hebt ze dus ook met initialen. Dat was ook leuk om dan de F en de M eraan te doen. Maar ik heb al een M'tje. En ik heb al een ring met een F. Dus dat wordt anders misschien wel heel veel initialen. Maar ik ga het even omdoen. Wel heel leuk. I really like this. Ja, heel leuk. Oké, die dus. En dan heb ik nog 2 extra oorbelletjes. Want ik heb dus deze oorbellen eigenlijk altijd in. Die zijn allemaal van Amanina. Maar het leek me ook wel eens leuk om een beetje wat af te wisselen en zo. Dus ik heb 2 oorbelletjes nog besteld. En er was nu volgens mij 20% korting of zo. Ik weet niet of die er nog steeds is, die korting. Oh, die is wel echt veel kleiner dan ik had verwacht en dat op de website eruit zag. Maar oké. Als eerst dit pistooltje. Als oorbelletje. En als tweede deze. Ik weet niet echt wat dit is, maar op de website zag het er wel echt veel groter uit. Moet ik eerlijk zeggen, maar oké. Ik vind het wel heel erg schattig en leuk. Dus die ga ik nu eventjes niet in doen, maar dat zal ik een ander keertje wel doen. En dan als het goed is, komt er straks nog een pakketje dus. Maar ik weet dus niet waarvan dat is, want ik dacht eigenlijk dat dit dat zou zijn. Maar blijkbaar dus niet. Want dit kwam zeg maar gewoon met de postbode en niet met de postbezorger. Als je snapt wat ik bedoel. Maar wij gaan denk ik zo eventjes boodschappen doen. Volgens mij staat het hier achter de deur te wachten, ja. Ik ben mijn video aan het werken. En nu staat de postbode voor de deur. En Miu's cadeautjes zijn er. En er is ook een pakketje van mij, volgens mij. Hoi. Ik ga filmen. Wat is dat dan? Oh, ik weet het al. Dat is denk ik voor mijn haar. Wacht, ik wil het eventjes filmen, Miu, als jij je schoenen openmaakt. Maar ik ga ze straks wel weer inpakken, hè. Ik had heat protector gekocht voor mijn haar. Voor als ik van de week mijn haar ga stylen of krullen of zo. Deze van Wella. Dat was het. Oké.
Oh ja, Joy is boven, hè? Ja. Wow. Vind je ze mooi? Oké. Ik ga sporten. Geloof het of niet, maar ik ga het echt weer doen. We hebben net avond gegeten. Ik zie mij daar heel leuk in de spiegel zitten. Maar we hebben net avond gegeten. Ik had gehakt en sla. En eerst deed ik in die vorige video, een paar video's geleden, van 2 weken of zo, deed ik allemaal zelf een beetje dingetjes bedenken voor te sporten. Maar nu heb ik dus een vrouwtje ontdekt op YouTube. Voor de tweede keer dat ik mee ga doen. Pamela heet ze. Dus was ik helemaal dood. Maar vandaag ga ik een ander doen. Waar is mijn telefoon? Hij is niet leuk. Oh, hier. Gisteren had ik de full body voor beginners. Nou, dat was echt niet voor beginners. Dus ik ging helemaal dood. En nu ga ik de 2-in-1 flat belly en round booty workout doen. En die duurt ook 20 minuten. Dat ga ik nu doen. En een lekker douchen. En mijn haar wassen. En ik ga eventjes een goede start in mijn haar maken. Want gisteren vloog die de hele tijd uit. Ja, en als je denkt, wat heeft ze bij haar oog? Ik ging net proberen een eyeliner te zetten. Maar ja, het is niet echt helemaal goed gegaan. Maar oké, ik ga nu 20 minuten gaan voor een flat belly en een round booty. Ik ben kapot gesloopt. Ik ga douchen. Het is vandaag donderdag. En het klopt dat dit geen nieuwe dagelijkse vlog is. En dat deze dag bij de woensdag wordt geplakt. Maar dat komt omdat ik vandaag met mijn vader en met mijn vriend, met Milan, een mukbang ga opnemen. Een McDonald's car mukbang. Ik wil even mijn raam openen, want het is echt bloedverschrikkend eten. Die ga ik dus vandaag opnemen, maar die moet ik natuurlijk ook op een dag kunnen plaatsen. Dus ik heb ervoor gekozen om op vrijdag dan die mukbang te plaatsen. En zaterdag dan de combinatie vlog van woensdag en donderdag. Zodat ik toch allebei de dagen heb gevlogd. En dat het allebei de dagen online komt, maar dat ik ook gewoon een dag heb voor extra video's. Want ik mis die extra video's gewoon heel erg. Ik weet niet of er iedere week een extra video gaat komen, maar ja, deze week toevallig wel. En daar staat er ook eentje op de planning voor met Zoe. Je moet alleen nog eventjes opnemen en zo. Dus ja. Maar het is vandaag dus donderdag. Ik ben helemaal aangekleed. Ik ga eventjes wat ontbijt maken. Ik moet alleen mijn haar nog doen. Maar ik heb vandaag deze roze trui aan van Chiquel. Met mijn nieuwe kettingtje van bij Noe. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb ook mijn oorbelletjes daar gisteren bij ingedaan. En ik heb weer deze broek aan van Nikki. Die had ik gisteren ook aan. Ik ga eventjes mijn haar zo meteen in de staart doen. Maar eerst even lekker ontbijten. Ik ga dus een mukbang opnemen met mijn vader en Miel. Dus we gaan nu naar de McDonald's. Ja, en dan gaan we lekker die opnemen. Ja. We zijn eventjes auto ready aan het maken. We zijn weer thuis van de video filmen. Ik zit echt reet vol. Volgens mij was de video dus wel een beetje overbelicht. En een beetje blauwig. Dus ik hoop dat ik dat nu met het bewerken kan fixen. Want ik ga nu alvast de video bewerken. Zodat ik morgen erop kan zetten. Wat zoek jij? Ja, is goed. Ik ben klaar met het bewerken van de video. En ik vind hem echt heel erg leuk geworden. Hij is zo opgeslagen op mijn laptop. En hij gaat nu nog eventjes opslaan op YouTube zelf. En ondertussen zit ik lekker Temptation Island te kijken. Ik was er dus eigenlijk helemaal niet aan het kijken. Ik me begon te vervelen en dacht, laat ik het toch maar kijken. En het is toch eigenlijk best wel leuk. Dus dat ga ik nu kijken. En ondertussen wachten tot die video is opgeslagen. En ik heb net ook natuurlijk nieuw gemaakt. Dus ik ga mijn make-up er lekker afhalen. En ik praat niet heel hard.